Leendert, wat hoorden we gisteravond nu in familie? Jouw personage, de pelsmaker, zou dood zijn. Ja, de vraag is natuurlijk, is dat waar? Hè? Want we hebben het niet in beeld gezien dat ik eraan ben. Dus voor hetzelfde geld duikt hij wel terug ineens later op en is het fake news. In deze tijd ook zeer actueel. Ja, inderdaad, we hebben geen lijk gezien, hè? Dus het kan alle kanten uit, maar... Heb je nog draaidagen gehad ondertussen? Ja. Ik kom net terug van de... Nee. Ja, daar kan ik eigenlijk heel weinig over kwijt, ja. Het is een hele ploeg om, hele fijne ploeg om mee samen te werken. Dus ik zou dat zeker ook voor herhaling vatbaar vinden. Dus dat is het fijne dat, dat familie en de schrijvers van familie dat ook openlaten. Ja. Stel nu dat... dit toch het allerlaatste geweest zou zijn van jouw personage in familie. Mogen ze jou bellen voor een andere rol binnen x aantal jaar? Ah, oh, ja, tuurlijk. Ja, het is een super fijne ploeg om mee samen te werken. En ja, het is zeker altijd leuk om verschillende personages te spelen. Hè. Ik heb net hetzelfde bij Thuis ook al gedacht. Ik heb daar ooit Max Martens gespeeld. Ik heb zelfs ooit al een... 4 of 5 jaren geleden een hele kleine gastrol gespeeld in familie, dat ik een interviewer was. Dus ik heb eigenlijk al 2 rollen gespeeld in familie. Zijn er die er nog meer gedaan hebben ondertussen, hè? Ja, ja, ja. Dat is niet echt een primeur, inderdaad. Maar alle goede dingen bestaan uit 3, zegt men wel eens een keer. Dus voilà. Ja, 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 het mag zeker, ja. Maar ja, eerst afwachten of de pelsmaker niet terugkomt, natuurlijk. Ja, stel je voor. Ja. Wat zou die dan te verbergen hebben of van plan geweest zijn dat die leugen verspreid geworden is? Ja, misschien heeft hij onder één hoedje gespeeld met inspecteur Toegaard. Maar waarom dan? Ja, misschien heeft Toegaard ook wel enige dingen te verbergen. Hè. In seizoen 28-29 waren ze allebei op het goede pad. Dan is gebleken dat dat ineens bij inspecteur de pelsmaker niet zo is. Maar ja, hoe kan een inspecteur zo ver gaan... ongestraft. Dat vind ik sowieso wel iets bizar. Misschien zit daar meer achter.